Het overheidsbeleid zal overstappen van PZ, personeelszakenbeleid, naar Human Resource Management, HRM-beleid. Meneer Keizer, waarom is het belangrijk dat we de overstap doen van PZ naar HRM? Het is belangrijk omdat in 2015, bij het aantreden van deze regering, Bouterse Amirali, is er een routemap uitgezet om die transitie te maken naar een excellente overheid. Er is in dat verband is er een kwaliteitsmanagement systeem beschreven, het is al af. En een onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem is human resource management. Dus deze twee zaken zijn onlosmakelijk. HRM-beleid is een voorwaarde als je naar een excellente overheid wil gaan. Okay. Hoe belangrijk is HRM in ons systeem? Verschrikkelijk belangrijk, omdat wil je hebben dat onze overheid excellent presteert en dat de samenleving nog meer tevreden wordt over de prestaties van de overheid, heb je dus niet alleen maar leiderschap en strategische plannen en financiën nodig, maar de spel daarom gaat om mensen. Dus de mensen, de werkers van de overheid, die moeten door middel van dat nieuw HRM-beleid nog meer gereed worden gemaakt om beter te presteren voor die samenleving. Okay. Wat is het verschil tussen PZ en HRM? Nou, ik ga proberen om het heel simpel. PZ is eigenlijk het administratief beheer. Hè? Dus wanneer kom je in dienst, hoe lang werk je, aantal zieke dagen, weet je, verlofdagen, zwangerschap, bevorderingen, jubilarissen. Dat is, PZ is eigenlijk meer het administratief bijhouden van de gegevens van je personeel. In het meest positieve geval heb je bij personeelszaken nog dat ze ook personeelszorg, dus als het minder goed gaat met mensen, dat je één of twee mensen hebt, een afdelingje die dus daar even wat aandacht besteedt aan mensen. Maar PZ, zoals wij dat al 30 jaren kennen, niet alleen bij de overheid, maar ook in de private sector, is eigenlijk meer gericht op eigenlijk het administratief beheren van de mensen en hun gegevens. En HRM? HRM is een totaal ander verhaaltje. Hè? HRM, Human Resources Management. Human Resources is je menselijk kapitaal. En HRM is eigenlijk een filosofie. Is een manier van denken. Hoe je naar mensen kijkt. Toch? Wat is je mensbeeld? En Human Resource Management, als ik even terug mag gaan, is het eigenlijk begonnen in 1900, zo voorzichtig. Je had eerst de industriële revolutie, toen kwamen dus vanuit de eerste fabrieken op in Europa. En je had ook slaven en kinderarbeid hoor, bij de Europeanen zelf. Kinderen werkten van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds in kolenmijnen. Om dus kolen aan te voeren, zodat de stoommachines, en het was verschrikkelijk. En er werd meer gelet op productie. En toen had je dan ook al dat de vakbeweging ontstond om die verschrikkelijke behandeling van kinderen en mensen die van het platteland kwamen, een beetje te beschermen. Dus eigenlijk is de vakbeweging is ook al heel lang bezig, maar het ging zo door en langzaam die 1900, zo, weet je, begin 1900, kwam men tot het besef van, we kunnen niet zo doorgaan. Yeah. En je had de eerste voorzichtige pogingen om wat meer aandacht besteden aan de menszijde. En zo heeft langzaam dat concept van human resource management zich ontwikkeld tot wat het nu is. Het is een hele geschiedenis hoor. Het is een wetenschap, het is een filosofie. Als je een bepaald mensbeeld hebt, waarbij je alleen maar let op de productie van mensen, dan doe je geen HRM. Als ik het voorzichtig zo mag zeggen. Ja, ja. Nou, wanneer gaat de training starten voor de overheidsambtenaren? Okay, wat er is gebeurd, ik ben met twee petten bezig met dit project. Vanuit het kabinet van de vicepresident, waar we die roadmap van, naar die excellente, dat is die grote kapstok, ja, ja, waar we die hele overheid naartoe moeten brengen, de komende 10, 15 jaar. Het human resource management beleid is een ziel, is een van de steunpilaren van die roadmap.
En in dat kader zit ik, ondersteun ik ook het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb in die werkgroep gezeten ter voorbereiding. Ik zit nu nog steeds, ben nog steeds ook bezig om die ondersteuning te geven, om het hele proces te begeleiden. U sprak over trainingen. We zitten op twee sporen nu. Het ene spoor is de missie, visie, strategieën en doelen nou van het directoraat, het HRM-directoraat, formaliseren. Want dat gaat eigenlijk de blauwdruk moeten zijn naar de andere ministeries straks. Ja, ja. En binnen dat stukje hebben we dan een traject uitgezet waarbij de werkers van de afdelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken die overgaan naar het directoraat HRM, dat ze de moderne tools krijgen om HRM-beleid echt uit te voeren. Dus die trainingen, als we het zo noemen, is capaciteitsversterking. Die trainingen zijn echt bedoeld om de mensen tot volwaardige human resource officers en toppers te maken. Zodat zij straks, wanneer het helemaal is doorgevoerd, want we gaan eerst Bisa gaat eerst haar eigen huiswerk moeten doen. Ze zeggen, Timmerman is zo'n bangi. Dus het directoraat HRM, dus de weg die we nu volgen is van HRM-directoraat. Bisa moet eerst bij de boek HRM doorvoeren met alles erop en eraan. Voordat ze straks die andere ministeries gaan ondersteunen om ook daar op die ministeries die HRM-directoraten op te zetten. Want anders krijg je het helemaal zo naar bangi. En als je straks naar de ministeries gaat, dan gaan ze op je schieten. Want je hebt je huiswerk, je weet hoe die dingen gaan. Ja, dus we gaan het directoraat HR binnen BISA, laten we zeggen, perfectioneren. We zijn nu daarmee bezig. De trainingen, er is een capaciteitsversterkingstraject uitgezet voor dit hele jaar. En ik ga dus u aangeven bijvoorbeeld welke modulen daarin worden verzorgd. Communicatie, interpersonal skill, je persoonlijke verandering is een veranderingsproces, persoonlijke verandering. Maar ook aspecten zoals een performance management systeem opzetten. We horen de laatste, de voorzitter van de CLO, ook eindelijk tot mijn vreugde praten over de productiviteit. Dat moet omhoog. En hoe doe je dat? Door middel van een kwaliteitssysteem waarbij je human resource management hebt opgenomen. En binnen human resource management heb je een performance management systeem. Dus we gaan ook een performance management systeem introduceren, eerst op het directoraat. Dat is een van de trainingen. Een van de trainingen die ook gegeven gaat worden is personal productivity. Het heeft echt te maken van hoe kan je op persoonlijk niveau meer en beter produceren. Een andere module is een functionaris- en beoordelingssysteem opzetten. Dat is er nog steeds niet bij de overheid. Dat heeft echt te maken met hoe beoordeel je mensen periodiek op hun functioneren. Een andere module is bijvoorbeeld coaching, want dat heb je dus nodig. Dus kortom, er is een uitgelezen programma uitgezet om als de mensen, de key mensen, we hebben een groep van ongeveer 30 functionarissen geïdentificeerd. Okay. Die gaan het hele programma doorlopen. En dan zijn ze equipped om eerst binnen te gaan, BISA. Mm-hmm. En daarna ook als change agents naar de andere ministeries toe, echt HRM door te voeren. Okay. Meneer Keizer, hoe lang gaat dit traject duren, zodat we kunnen zeggen van oké, we gaan nu van start? Dit jaar. Dus het traject is al begonnen. Mm-hmm. Je moet het behoedzaam doen. Want onze overheid kent al 60 jaar PZ. Mm-hmm. En u weet, het is een mindshift. Iedereen denkt nog steeds in termen van PZ. Hè? Dus die awareness gaat sowieso komen. Maar we gaan het directoraat HRM eerst voldoende versterken. En daarvoor is ongeveer tot op september dit jaar uitgetrokken. Okay. Dat we, laat me zeggen, het hele model, de organisatiestructuur, de functies, de profielen, de mens, bemensing, de versterking, dat het systeem werkt. En dus wij schatten in dat 2020, wanneer HRM-directoraat de proef heeft doorstaan, want we gaan ze auditen, ze moeten het echt doorvoeren bij de boek HRM. En 2020 kunnen we dan gaan uitwaaien naar die andere ministeries. Mogen we zeggen dat dit effectiever gaat werken? Ja, het moet effectiever werken. Dus HRM is erop gericht om het maximale uit mensen te halen. En daaronder valt dus ook de mensen zodanig benaderen
en scholen en trainen en begeleiden, dat ze zowel vanuit zichzelf, dus intrinsiek de motivatie hebben, als vanuit de omgeving instrumenten aangereikt krijgen om beter te presteren. En effectiviteit wil eigenlijk zeggen, jouw gestelde doelen zoveel mogelijk benaderen. Maar er is ook een efficiëntieaspect eraan. Efficiëntie wil zeggen met zo weinig mogelijk, zoveel mogelijk halen. Dus als je de mensen versterkt en je zet targets wat ze moeten halen, en je schoolt ze, je traint ze, je begeleidt ze, dan weten ze ook wat ze moeten doen. Want ze hebben de targets en ze worden gemonitord. Dus het gaat alle aspecten van de overheid verbeteren. Maar nogmaals, ik kan u zeggen, het is geen makkelijke opgave. Ja. En ik zeg u eerlijk, onze politiek moet dat ook snappen. Toch? De ministeries moeten dat snappen, de medewerkers, ook de vakbeweging moet dat snappen. Eigenlijk de hele samenleving. Het is niet meer het gaat niet meer die overheid zijn die we kennen. Er moet een totaal andere overheid komen en alle stakeholders moeten dat proces ondersteunen. Okay. Meneer Keizer, hoe lang heeft het geduurd om te komen tot de uitvoering hiervan? Ik kan niet zeggen. Ja. Voor de onafhankelijkheid al werd er gesproken. Het is een lang traject geweest, adviesrapporten, pogingen, ze zijn gestrand. Op een bepaald moment werden de mensen moe, toch? Ik heb een heleboel rapporten gezien, maar ik kan zeggen dat de afgelopen 10 jaar zo, het proces na, laat maar zeggen, onophoudelijk beuken op alle stakeholders en inpraten en de noodzaak aantonen. Dus de afgelopen 10, 5 jaar zo is er haast achter gezet en ik mag wel zeggen dat vanaf 2015, toen eigenlijk het begrip excellente overheid werd gelaunched, ja, dat het in een stroomversnelling is gekomen. En in dit jaar is eigenlijk alles bij wet goedgekeurd en we mogen starten. Dus het is niet makkelijk gegaan om die wet te krijgen, die wetgeving. En het gaat nog minder makkelijk gaan om HRM echt door te voeren. Maar we weten dat het een proces is en het zal komen. Het zal wel lukken. Het moet lukken. Oké. Okay. Meneer Keizer, mag ik u heel hartelijk bedanken dat u deze informatie met ons wilt delen. En heel veel succes met het uitzetten van het traject. We can do the job. Yes. Oké. Okay.